Vanaf deze week kunnen auto's elektrisch rijden op stroom die afkomstig is van een remmende trolleybus. Bij winkelcentrum Schuitgraaf is een laadpunt voor elektrische auto's geïnstalleerd, die integreerd is in de masten van een trolleybovenleiding. Het laadpunt krijgt de stroom vooral van remmende trolleybussen die energie terugleveren. De mast is verbonden aan een stroomnet. In totaal staan er 4000 van dit soort masten voor de trolleybovenleiding, die vaak op plekken vlakbij parkeerplaatsen zijn geplaatst. Omdat er in totaal 40 trolleybussen rondrijden, is de potentie voor energieopwekking enorm.